kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Dat ga ik weer aan u niet zeggen. Ik ga nog even gauw, dus naar mijn livestream. Ik heb vandaag al een livestream gedaan. Alsjeblieft. Nog niet. Wacht dan 2 seconden. Alsjeblieft. Ja, de zonnetje schijnt in mijn schatje haar ogen. Ik heb hier ook mijn harnas gevonden, dus die ga ik ze biedt aandoen en te voet wandelen zo door naar mijn ouders. Dus even kijken. Ja, daar zit nog een tussenstuk op, dat is heel goed. Voilà. Dus ik zal zeggen, geniet maar van de timeslapje van hier op mijn appartement tot bij mijn ouders. Tot later allemaal. Yo, yo, yo. Van de timeslap hebben we genoten. Ik ga nu heel snel even naar binnen toe bij mijn ouders. Ziet, daar staat mijn boeleken al. Dat is goed. Nee, niet met de aanhangwagen eraan. Nee. Het lijkt zo, maar het is niet zo. Ik ben zo snel mogelijk afgegaan bij mijn ouders, maar ik was nog te laat. Voilà. Even nog eens even naar binnen toe gaan en dan terug naar huis. Yo. Hallo allemaal, welkom weer op een boodschap van algemeen nut. Jawel, binnenkort is het 666 LAN. In Antwerp Expo van 12, 13 en 14 april 2024. En via Psycho TV, jawel, via ons, kun je nog altijd kans maken op die 1 begeerde ticket als er 20 tickets zijn verkocht via de link op www.psychotv.be. Oftewel klik je op bij de partners op de 666 LAN Universary logo. Oftewel gaat je naar de postje van 666-LAN 2024. Ik probeer die altijd als eerste te zetten, die postje, dat jullie er gewoon moeten op klikken. Daar staat een linkje in, https://666-LAN.com/tickets/referal. Dus R-E-F-E-R-R-A-L is gelijk aan Psycho. En dan TV, nog TV als hoofdletters. Voilà, en dan klik je op enter op uw adressenbalk en koop uw tickets. En als er 20 verkochte tickets via die link zijn gekocht, maak je kans op een tweede ticket. Dus al die 20 mensen die dan via die link een ticketje hebben gekozen, die worden dan in een random rad gestoken. Daar wordt dan één winnaar dan nog eens uitgekozen en dan mocht jij die ticket nog weggeven aan uw vriend of vriendin of iemand anders, een kleingenoot of noem maar op. Dus ik zal zeggen, veel succes en hopelijk zie ik u verschijnen op 666 LAN in Antwerp Expo op 12, 13 en 14 april 2024. Maar ik ga jullie nu ook nog even gauw leuke informatie geven, ook nog van deze LAN-party. Dat is welke competities dat er allemaal gaan aanwezig zijn. Deze zijn nu ook al bekend. 5 vs 5, League of Legends. En daar is €1500 cash te winnen. Dan heb je nog Counter-Strike 2, 5 vs 5. Dan heb je nog Valorant, 5 vs 5.
En dan nog 3 versus 3 Rocket League voor 1000 euro cash. En dan heb je nog wel, jawel, dat echt weer een hype aan het worden is, de Pokémon United. 5 versus 5 en daar is 1000 euro cash te winnen, dames en heren. En dan heb je nog de normale compos. Dat is Hearthstone 1 versus 1, TFT 8 players en League of Legends Aram 3 versus 3. Ik zal zeggen, schrijf je in en wie weet zien we elkaar, jawel, op 66 land. Tot later. Zo mensen, nu ga ik nog even achter mijn computer kruipen. Ga ik nog grote Q&A opnemen met mijn webcam. De Q&A van eigenlijk altijd nog van 4 maart 2024. Die moet nog altijd opnieuw heropgenomen. 2 keer al opgenomen via mijn GoPro, maar mislukt. Zie je, ik word altijd gestoord als ik aan het vloggen ben. Typisch. Ik snap dat gewoon niet. Voelen ze dat aan als ik op die play-button klikt voor op te nemen of op die record-button klikt? Ik ga dat gewoon even negeren. Dus klikt. Ja, gewoon negeren. Oh, ik krijg daar altijd zo prikkels naar voor te kijken wat er is, eigenlijk is gezegd is geweest. Maar ja. Je kunt zelfs nog kijken naar de vlog. Dat is wel waar. Na het opname bedoelt je? Ja, je weet wat ik bedoel. Ja, ik weet het wat je bedoelt. Dus ik ga nu nog gauw kijken wat ik kan doen voor de Q&A nog gauw even in elkaar te steken. En ik hoor weer al iets buiten. Ik moet pas op, hè. Pas op, hè. Ik weet niet van wat pas op. Wat moet ik pas op? Nee, dus ik ga nu de Q&A even in elkaar steken. En dan de vlog nog in elkaar steken. Daarna ga ik ook nog iets samen kijken met mijn schatje op de laptop. En dan zal het wel weer al slapenstijd zijn. Ja. Jawel. Dus ik laat hun even gewoon ting, 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 ting doen. Ze moeten maar geduld hebben. Ze moeten maar eens geduld hebben. En met mijn masker gaat het zo. Half. Omhoog van de miserie is dus nog altijd niet voorbij. Ik zit vol stress. Ik ben een en al stresskip geworden. Dat geef ik wel eerlijk toe. Hoe of wat, hoe het is gekomen, dat laat ik in het midden. Want dat is echt zeer privé hoe dat is gekomen. En ja, dat wil ik zo houden. Dus ik ga het niet openbaar gooien. Ik hoor toch altijd zo stemmen, dan ben ik altijd zo wat benieuwd wie dat is. Allee, ik ga eens de Q&A opnemen. Allee, tot straks allemaal. Yo, op de Q&A. Hallo kikkers en welkom op een Q&A. Jawel, dus voor de derde maal dat ik het toch eens ga proberen met een Q&A toch eens in elkaar te steken. 2 keer is dus mislukt met mijn fucking GoPro camera. Ja, mensen. Maar ik heb wel mijn best gedaan om het toch nog elke dag proberen online te krijgen. Dus het is niet gelukt, dus ik ga het nu via mijn webcam opnemen. Ja. De DC. Omdat mijn vraag gemist hebt, wie is deze meneer? Even gauw iemand beantwoorden. Oké, voilà, dat is ook gebeurd. Wie deze meneer die Psycho TV merch probeert te verkopen? Dat bedoelt hij. Dus deze meneer hier zo.
My Caldeen Stoff Stylus T-shirt voor $14. Dat zie je met die Psycho TV logo. Dus ja, dat wordt altijd gewoon puur op gefotoshopt. Dus ik ken die meneer ook niet persoonlijk, dus ik weet ook niet wie dat ook is. Voilà. Dan gaan we door naar de volgende. Dat is Hamza. Dus ja, ik ga wel eens even zeggen. Oké. Kan je uitleggen waarom je altijd zo boos bent als er een foto of een video online komt van jou, terwijl je zelf zegt tegen de mensen die bijvoorbeeld op FOM video stonden dat ze geen probleem mogen maken dat ze voorkomen in de video en jij zo lui was om niet jou editen. Weet jij dat nog? Oké. Mijn vuisten jeuken hard als ik jou zo bezig zie. Mijn moog gaat meer langs Begonielaan beginnen passeren. Groetjes, Hamza. Dat is weer dus een reglement, dus daar ga ik dus niet verder op in, op jouw vraag, Hamza. Zo gelijk, kijk, stiekem foto's maken, daar houden we niet van. Dat is sinds kort opnieuw gebeurd. Op de weg dat ik geen boeleken had, dus geen kabinetje meer had. En dus heb ik alles met openbaar vervoer moeten doen. En dus ook ja, te voet terug naar mijn thuis gaan. Dus ik moest de 21 nemen en die stopt dan op de oude baan. En dat is een hele stuk dan ook te voet terug naar mijn thuis toe. En ik heb ook nog eens een keer daar zitten te over te geven. Van mijn thuis naar nog naar mijn appartementje toe. Van mijn woorden niet. En ja, en Bea was daar ook bij. Dat klopt. Dan e-mail pro viewpod. Waarom lees je niet alle vragen van Stinksmurf voor? Je hebt er letterlijk 10 geskipt. Wel, waarom dat ik niet alle vragen van Stinksmurf heb voorgelezen, is dat dat ook wetenschappelijke vragen zijn. Bijvoorbeeld, ik ga nu eens een heel stom voorbeeld nemen. Hoe wordt de bestuiving gedaan met de bij en de bloemetjes en de zetmeel? Als ik daarachter wil komen van hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dan moet ik eigenlijk al naar iemand die natuurwetenschappen heeft gestudeerd. En niet naar mijn, de vragen naar mij toe botsen. Want ik kan daar echt ook geen antwoord op geven, want ik moet dat daar ook telkens keer ook op zoeken. En ja, sorry daarvoor, hè. Sorry daarvoor dat, ja, dat ik dan die vragen heb geskipt. Hamza, hoe komt dat mijn kleine Mohamed beter kan lezen dan jij? Ah wel, ik ga sowieso zeggen, ik heb dyslexie. Ik probeer elke dag, ook met het voorlezen, mijn best te doen. Ik heb dyslexie en ik heb daarmee leren leven en al. En daar moeten jullie ook dan mee toestemmen. En als jullie daar niet content mee zijn van dat ik het zo goed probeer, ga dan naar een andere YouTube kanaal toe. En stop met mij dan te volgen. Punt. Oké. Dus, daar zit mijn handicap in. Dus dat ik wat moeite heb ook om deftig ook kunnen voor te lezen. Maar ik doe God. Mijn best. E-mail. Jij hebt meer dan de helft van de Q&A-vragen van Discord niet voorgelezen vorige week. Neem die er maar deze week ook bij. Nee, dat ga ik niet doen, want daar waren meer dan de helft van de vragen die niet rondom Psycho TV hebben. Allee, zeg het. Heeft te maken, voilà. Punt uit. Oké, dan Hamza weer. Waarom moeten wij vragen stellen als je ze toch niet beantwoordt? Jawel, je mag vragen stellen. Je mag zoveel vragen stellen. Maar probeer dan die vragen ook te bundelen, dat het ook vragen zijn over bijvoorbeeld welke activiteiten zijn hier in Alk te doen? Of wat zijn de opkomende activiteiten van de LAN-party scene? En dan zal ik dat ook nog wel eens voorstellen aan jullie. Daar ook dan een hele mooie
beantwoorde vraag van maken. Voilà. Waarom gaat jij gratis voor een bedrijf een auto wassen? Bij ons draait alles rond het geld. Wij moeten u altijd geven, maar voor een stom bedrijf ga je gratis naar de carwash. Jij bent nog dommer dan stront. Dat is niet waar, Hamza. Want ik ga dat niet gratis doen. Want hun storten daar geld op die applicatie, op mijn account. Ik kan die dan, die een auto kan inlokken. En wat ik dan ook heb gedaan, dat is bijvoorbeeld hier dan gereden naar mijn thuis toe. Hier mijn was ingelaaid. Dan nog mijn was dan nog even gewoon naar mijn ouders gebracht. Daarna dan ook nog daarna de car wash gedaan voor stap in. Alsjeblieft stap in. Ik maak weer wat reclame voor jullie. En dan heb je die ook dan teruggeplaatst. En dan heb je daarvoor 25 euro plus 5 euro extra vergoedingskosten gekregen. Dankjewel ervoor. Voilà, zo doe je. Waar je alle bietjes kan uithalen, bijvoorbeeld van geld, doe dat ook in je leven. Voilà. Shout-out naar de mensen die de sardinen op Dimi zijn stoel hebben geplaatst op FOM. Die verdienen dat om gepest te worden. Die verdient dat om gepest te worden. Kunt u nieuw Otteken sardine noemen? Wel, e-mail. Ik zal dat eens bij jou eens doen. Eens kijken als jij daar ook leuk vindt. Ik zal dus ook het bijvoorbeeld als jij eens naar een gaming evenement of zo eens gaat of naar een ander evenement gaat waar je moet gaan zitten. Je gaat even naar de wc toe bijvoorbeeld en ik ga je plaatje eens lekker eens volstrooien met sardine. Kijk eens als jij dat leuk vindt. Nu ben ik eens, eens benieuwd wat jouw reactie daarop gaat zijn. Ik laat mij niet doen. Ik heb het schoon opgekuist. Ik heb het schoon opgekuist. En ik heb het wel gemeld wel aan de crew. Maar ik heb het wel schoon zelf opgekuist. Voilà. So what? Dat heeft mij niks gedaan. Oké. Dan, hey team, misschien ligt de fout niet bij ons, maar bij u. Er is misschien een reden dat letterlijk iedereen behalve Bert u een loser noemt. Dus ik ga u één ding zeggen, dus ook nog eens een keer. Dit is de laatste keer als ik het woordje loser nog eigen zie verschijnen. Zowel op Discord, ofwel op YouTube, ofwel op Twitch, ofwel op Facebook. Jullie worden gewoon permanent gebannen, hè. Onthoud dit nu, hè. Permanente ban krijg je dan, hè. En ik ga dit deze keer wel perfect, nou letterlijk, in de gaten houden. Dat ze ook de gewone andere admins dat ook naleven als ik een ban uitdeel. Dan, waarom beschuldigt jij mij en Crypt het vals? Gij uw excuses nu, dat is echt niet oké, maat. Oké, excuses. Ik weet niet meer juist voor wat. E-mails, profielbot en encrypted. Laat het hier onder andere anders in de reacties weten. Van wat ik dan mij moet excuseren. Maar ik weet niet voor wat ik mij moet excuseren. Dus. Oké, dat is wel een hele mooie vraag van Juicy Hattie. Zie jij graag ratten? Ik zie graag ratten, ja. Maar niet in mijn buurt. Ik moet de beesten niet hebben. Maar ze zijn wel mooie beestjes. Maar ik wil ze niet graag zelf opvoeden. Dan intern. Waarvoor gaat de chatkanaal, dus algemene chat, dan nu gebruikt worden van, voor aankondigingen? Waarom is Boef nog banned? Ah wel, ik ga u de redenen geven waarom dat Boef is gebannen. Die zit maanden en maanden en maanden mij een loser te noemen. Loser TV, loser Psycho, loser dit, loser dat, loser dit, loser dat. Op een gegeven moment, dus na die maanden, ontploft wel ooit wel eens mijn ballon. En dan is het genoeg geweest. Dan is het echt genoeg geweest en dan zeg ik van, voort. Daar staat de deur, jij kunt gaan en je moet nooit meer terugkomen. En dat heb ik nu gedaan. Dus, Boef zal nooit meer terugkomen. E-mail. Als jij zo blijft doordoen met uw eten, gaat jij tegen uw 40ste verjaardag geen tanden meer hebben.
Kijk hoe geel en bruin die zijn. Ranzig, man. Ah ja? Ik doe toch nu al regelmatig elke dag wel mijn tandjes poetsen. Ik poets echt mijn tandjes. Oké. Dan, Choosy HD. Wordt er gerookt in de nieuwe wagen? Ja, er wordt gerookt in de nieuwe wagen. Jammer genoeg. Ik geef dat eerlijk ook toe. Ik heb dat ook open en bloot ook toegegeven voor... Allee, zeg het. Voor Bea. Want Bea is ook een roker. En ik ben een roker. En dan ja, als ik ga roken in mijn wagen, kan ik niet zeggen van... Ja, sorry Bea, jij mag niet roken in mijn wagen. Maar ik ga het wel doen. Nee, dan zit je wel echt slecht bezig, mensen. Want jij bijvoorbeeld, als jij chauffeur bent en jij zegt dan... Dat is mijn wagen. Ik mag alleen maar daarin roken. En uw partner... Bijvoorbeeld, die rookt ook en die mag dan in één keer niet roken in, uw, dan in de wagen, dan vind ik het eigenlijk niet kunnen. Voilà. Dan, Alivator, heb jij... Boelijk nog nu een nieuwe camionetteken hebt. Heb je... Nee, die is sinds vandaag, dus de 8e maart, is hem... Fuji. Die is volledig, maar ook echt volledig, volledig weg. Excuseer. Dus ja. Ga je enkel de achterbank gebruiken voor je PC-ken, etc. te zetten? Of ga je ook andere dingen daar doen? Daar? Ja, ik ga daar ook nog andere dingen doen op mijn achterbank. En dat is gewoonte. Bijvoorbeeld op gaming-evenementen. Oh, zalig. Als je dan eens ergens in je kabinetje kunt gaan slapen. Met geen gesnurk langs u. Hoe zalig. Kan dat wel niet zijn. Is toch, hè? Schatje. Oké. Okay. Die knikte ja. Dat is waar. Dus, voilà. Oké, wacht, hè. Ga... Waarom blijven ze mij altijd zo storen? Oké, okay, leuk. Oké. Okay. Ga je stafjes ketten in kamionetten? Ik zou dit niet doen, want nu gaat je kamionet nog sneller in waarde dalen. Ja, oké. Okay. Ik weet het. Dus als je rookt in een wagen, dan daalt ook eigenlijk wel een klein beetje de waarde. Dat klopt. Wees eerlijk. Rook jij nog groene plant? Ik ga heel eerlijk zijn. Ja, ik doe het nog af en toe. Af en toe doe ik het nog wel eens... Als het mij eens even dus niet mee zit, of ik heb te veel pijn in mijn rug, ja, dan zal ik het nog wel eens nemen, maar nu, nee. Heb je ooit zelf groene planten gekweekt? Nee, dat heb ik nooit gedaan. En ik zal er ook nooit aan beginnen. Waarom niet? Ik weet niet hoe ik daaraan moet beginnen. Ja mensen, ik weet, nu komen er reacties op, ja... Je kunt dat wel allemaal wel op YouTube vinden of op Google vinden, ja. Maar ik ben te tam om dat op te zoeken. Omhoog van dat ik daar echt een komaf, of komaf, toch hè? Ja, komaf van wilt van maken. Ik denk er volledig om mee stoppen. Zowel in het cannabisgebruik als mijn gewone rookgebruik. Daar wil ik echt... En dan een mooi lijntje recht met 0000000. Wat bedoel ik met 0000? Dat ik niks meer rook. Dat ik zowel rookvrij ben, dan ben ik ook nog eens zowel alcoholvrij. Yay! Want alcohol, dat lust ik niet. Bah.
Ik lust dat echt niet. Nee. Hoeveel vriendinnen heb je gehad? Genoeg. Maar nog altijd het, weniger dan de gemiddelde Vlaming. Ik zal het zo zeggen. Want ik ben nu 36. En ik denk, als je tegen een andere 36-jarige man of zo gaat vragen, en die is vroeger ook echt een player geweest, ja, die heeft dan meer liefjes gehad dan mij. Punt uit, of vriendinnetjes. Voilà. Hoe drink je koffie het liefst? Bijvoorbeeld met melk en suiker? Ja, met melk en suiker, daar heb je gelijk in. Wat vind je zo lekker aan de Chipolata Pop? Wat ik zo lekker vind aan de Chipolata Pop, dat is de smaak. Ja, ik kan dat niet thuisbrengen wat voor smaak dat het is, maar het is echt een heerlijke smaak. Wanneer ga je nog eens een mooie reisje maken? Als alle miserie echt ook eens achter de rug is, en dat er weer een mooie zakgeldje is uitgespaard, dan kan ik wel eens zeggen van, kom, we gaan eens naar Italië toe, of kom, we gaan eens naar Spanje toe, of kom, we gaan eens naar Oostenrijk toe. Anton Austerol. Waarom heb ik dat liedje nu in mijn hoofd, mensen? Waarom, waarom, waarom? Zie jij nu weer al Alivator? Komt allemaal door jou. Komt allemaal door jou. Van uw reisje maken. Anton Austerol. Oh, oké. Okay. Hoeveel betaal je om je hoofd kaal te scheren bij uw papa? Als dit niet duur is, ga ik ook naar kapper bij papa Remers. Nee. Dus mijn papa vraagt daar totaal geen geld voor. En ik zal mijn hoofd ook nooit of nooit volledig kaal scheren. Zal ik nooit doen. Voilà. Dit waren de Q&A vragen van Discord. Nu gaan we dat dus door naar de Q&A vragen. Even kijken, ben ik aan kwart weer gestoord. Oké, is niet erg. Ja. Even iets doen. Zo, dan zijn we beland aan de Q&A vragen op YouTube. Daar heb ik eens bij vlog 1752 eens gevraagd van hoe ga ik mijn kabinetje noemen. Ik heb al een paar vraagjes binnengekregen van Romeo, Tavan. Dan van Bear Force One, Camionette. Nette. Of Janneke. Of de Bangbus. Ja, de Bangbus. Oké, dan nog de reacties. Romeo heeft daar nog een reactie op geplaatst. Top, dankjewel. Dan Studio, zo kennen we u weer. Terug, mooie vlog, dankjewel. Dit waren de reacties van vlog 1752. Daarna gaan we door naar vlog 1753. Romeo. Nice vlogmaat, dankjewel. Daar heb ik ook al een hartje op gedaan. Leuke video, dankjewel. Dan vlogreviewer. Ik heb een tof spel gevonden op Steam. Het noemt Sex Witch Hill. Integraal wel iets voor u, Dimi. Maar dan niet voor op de livestreaming of game video. Of je kan het misschien eens samen met Bea spelen. Duimpje omhoog. Wel, Sex Witch Hitler. Ik heb het nog nooit eens opgezocht wat voor spel dat is. En oké, het bestaat niet meer op Steam. Nee. Ofwel, even kijken. Nee, het bestaat niet meer op Steam.
Wacht, hè. Dus we hebben ook hier Wikipedia. Dus het is wel in het Engels een klein beetje verteld waarover het spel dus even ging. Dus ik zal even de dingen eens laten voorlezen. Het is helemaal wel van, zeg het, van Wikipedia pagina uit vertalen. Oké, veel luisterplezier. Voilà, en ik zal nu ook nog eens even dat laten voorlezen, ook nog eens in het Nederlands. Veel luisterplezier. Dus nu is het helemaal vertaald, die Engelse tekst, wat dus Google heeft voorgelezen.
Dankjewel, Google, om dat te vertalen. Dus ja, dus dat was dus over het spel. Ja. Sexwitch Hitler, voilà. En nee, ik ga het niet samenspelen met Bea. Dan zitten we aan de algemene informatievideo. Daar zijn 3 reacties op gekomen. First, last, hartje terug. Alsjeblieft. Motswesken, goesting, eiken gooien tegen ruit van u terug. Oké, als je dat ooit eens doet. Ja, je hebt het al gezegd dat je het. Ja. Intern. Bedankt voor de praatvlog. Dat is graag gedaan. Dan zitten we aan vlog 1754. 0 reacties. 1755. Daar zijn in totaal 4 reacties op gekomen. Smokkel TV, die heeft mij al ondertussen tijd ook al gecontacteerd en ook al een foto gestuurd over dit. Hey team, een leuke vlog. We gaan integraal een sticker maken voor uw community. Deze zullen we proberen binnen de 10 dagen in uw brievenbus te steken. We weten het adres nog door de headset. Deze hier. Deze headset. Daar ben ik jullie nog altijd dankbaar voor, Smokkel TV. Of Smolensk TV. Dan Top G Ruben. Timmy, je moet meer memes editen in uw vlogjes. Wat is een memes? Laat het hieronder in de reacties even dus weten wat een memes is. Dan e-mail. Dat is zo ranzig om te zo te... Wat blieft? Ah. Dat is zo ranzig om u te zien drinken en dan nog chocomelk. Waarom moet je daar zo dom geluid bij maken? Drink gewoon normaal aansteller. Sorry als ik zo drink. Dat is echt zo ranzig, kerel. Echt fucking vuil. Dat je zo heel karton blik opdrinkt. Waarschijnlijk niet eens geschud. Jawel, ik schud altijd voor gebruik. De chocomelk, hè. Dus. Ook bijvoorbeeld als ik Nesquik doe, ik roer er echt heel goed in. Roeren. Voilà, ça. En dan ja, heb je een heerlijke chocomelk. Dan zijn we aan vlog 1756 aanbeland. Daar zijn in totaal 6 reacties op gekomen. Je weet toch, dag Dimi. Mijn maat, jaren is bijna jarig en het zou fijn zijn als je een hele gelukkige verjaardag zou willen wensen. In een short movie als dat kan. Ik zal geen short movie doen, dus let hier op. Ik ga even iets heel leuks opzoeken. Happy birthday song. Oké. Ja. Eerst nog dus weer al die gloedreclame. Oké. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear, happy birthday. Happy birthday, dear Jere. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, dear Jere. Alsjeblieft, als dat niet mooi was geweest voor jouw vriend Jere, die 17 jaar wordt. Nog 1 jaartje en dan is hem volwassenen. Welkom dan in de volwassene wereld. Dan Portasport. Dimi, kom Fortnite spelen. Nee, ik speel geen Fortnite. Hamza. Amai, zoveel Red Bull. Niet mogelijk dat die zo dik is als Harm Varken. Huh? Ah. Als je 2 Red Bulletjes drinkt om een ganse week, is niet veel. Dat is echt niet veel, Hamza. Dus, voilà. E-mail. Jij hebt 120 games, maar je speelt er misschien 3 van.
Wat heeft dat voor nut om die allemaal te downloaden als je die toch niet speelt? Ik wil binnenkort wel eens een nieuwe serie lanceren op mijn YouTube kanaal. Dus even eens. Oké, mijn Steam staat nog open. En ik wil dus de serie gaan maken. Dat was met de hash. Half-Life 2. Dus we beginnen eerst met Half-Life 2, dan Half-Life 2 Episode 1, dan Half-Life 2 Episode 2. Dan hebben we Half-Life Lost Cast, die gaan we dan ook spelen. Half-Life 2 Update, kijken wat daar geüpdate is van die Half-Life 2. Dan heb je nog Half-Life 2 Downfall, wat ik ook nog wel echt gaan spelen. Steam Cloud Client is... Oké, is er een update op Steam? Eens even kijken naar Steam. Spel, backups, updates voor Steam client zoeken. Eens even kijken, update voor Steam client zoeken. Er is een update voor Steam client beschikbaar. Wil je deze downloaden? Yep, download die maar. Voilà, toepassen en Steam opnieuw opstarten. Oké, voilà. Dan gaan we door naar de volgende vraag van Bear Force One. Diemieken, als een potteken aan uw borenken niet goed binnen roken, doe venster open en roken uit ramenken. Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling dat we eigenlijk best buiten roken, ja. Dan gaan we door naar de allerlaatste vlog. Vlog 1757. Daar zijn in totaal 13 reacties opgekomen. Sorteren op de nieuwste. Eerst Top G Ruben. Timmy W. Pim Pam Pet. Nu AUB. Dank u. Ah, ze willen Pim Pam Pet terug. Nee, daar ga ik ook niet meer terug in lassen. Sorry. Romeo Pietrojan. Goeie vlog, Psycho. Meer van dit. Dankjewel. Alsjeblieft. First last. Goeie vlog. Oké. Goeie vlog. Dankjewel. Dag Diemen, mijn maat Jerry. Oké, dus dat heb ik al gehad. Dus ik ga geen twee keren zingen. Lucas, waarom eet Bea ook zoveel macaroni met kaas en hers, terwijl die lactose intolerantie heeft en niet tegen melkproducten kan? Moet ze daar niet veel diarree van doen? Nee. Er bestaat blijkbaar ook een medicatie rond de lactose tolerantie. Intolerantie. Dus wat moet je dan doen? Pap bijvoorbeeld, je wilt macaroni met kaas naast eten. Pak eerst dat pilletje in. Met een goede frisdrankje erbij of zo. Of water. Water is nog altijd het beste. En dan neem je dat gewoon in. En dan kun je gewoon ook heerlijk mee eten wat ook een gewone mens eet. Ook heb je lactose intolerantie. Oké, maar ik hoor net ook van mijn schatje dat je toch nog wel nog op je voeding moet letten. Dat je niet altijd producten van lactose intolerantie moet eten. Mag eten, oké. Dan Lucas opnieuw. Anthony zei op zijn server dat u graag boxke wou geven in het echt. Heeft hij dit al gedaan? Hij heeft ook meermaals gezegd dat u haat. Ik heb hier bewijzen van. Ah wel, ik kan u één ding zeggen, die bewijzen zijn allemaal fake. Dat is met AI of AI gemaakt. Dat nieuwe technologie gedoe. En ik veronderstel ook niet dat er alweer al wat filmpjes zijn ook al uitgelekt met AI. Waaronder dat ik van allerlei dingen ga zeggen dat niet waar is. Lucas.
Dus jij twijfelt zonder te stos zeggen. Denk je niet na wat je doet. Je twijfelt gewoon al het veld open. Eerst moet je stos. Als je even krap zit in kas qua tijd. Ja, sorry, dan twijfel ik rapper dan eerst nog eerst stos zeggen en dan dweilen. Dan Emiel. Dimi, gebruik jij ooit een stofzuiger? Ja. Mijn stofzuiger staat hier tegen mijn grote raam aan. Momenteel. Oké. Ik dacht dat ik iets had ontvangen, maar blijkbaar niet. Nee. Oké. Dan Superatel. Triestig, gewoon, je hebt zwaar gelogen over je livestream. Oh, ja, dat ga ik dus allemaal niet voorlezen. Dat is gewoon geklaag. Als B. Ja, natuurlijk. Als B bij u gaat intrekken, gaat ze dan ook hebben met willen en afwassen? Ik denk het wel. Ik denk. Ze weet het wel zeker. Ze weet het wel zeker, dus ze gaat mij daarmee helpen. Oké, dan Superatel. Dimi, 3 dagen op rij at the corner. Vierkantige eclairs kopen, dat is echt veel geld weggegooid. Plus, hoe ongezond is dat? Denk aan uw gezondheid, Dimi. Ik wil nog minstens 30 jaar Psycho TV. Ik ga sowieso 1 ding zeggen. Ik ga 1 ding iets zeggen. Dat is, ik ben niet 4 keer naar at the corner geweest. Oké, misschien 4 keer wat naar At The Corner toegegaan. Om ze ook eens 1 keer of 2 keer of 3 keer nog daar eens een goede taskje gaan te zeggen. Of daar ook eens gewoon een kolenke gaan uit te halen. Of gewoon een broodje has met mayo. En groenten voor haar. En mij zonder groenten. Dus mag dat dan niet? Superatel. Ah, oké. Ik dank je wel om een deel uit te maken van mijn leven. Ik ga hier ook de vlog hiermee beëindigen. Ik ga nog de vlog nog hier in elkaar steken. Dus, dames en heren, ik vraag het opnieuw. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Duimpje omhoog, duimpje omhoog, duimpje omhoog. Ik ga er eens een like op, limiet eens op gooien. Ik hoop dat ik eens de limietje van 50 likes ga krijgen op deze video. Kom aan, 50 likes moet toch wel doenbaar zijn. Kom aan, hè mensen. 50 likes. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal, want ik heb ook al gezien op mijn YouTube studio dat er redelijk wat mensen nog niet zijn geabonneerd op mijn kanaal. Oei, 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 oei. Kijk, dat gauw is er even eens erbij eens nemen. Instellingen. En dan kan ik het daar zien. Ah nee, ik ben niet bij de instellingen. Wel bij de analytics of zoiets. Dus even kijken. Publiek. Dus even kijken. Geabonneerd voor 54,6%. En niet geabonneerde is nog altijd 45,9%. Dat moet omlaag gaan. Kom aan, meer geabonneerde en minder dat die niet geabonneerde kijkers naar mijn video's komen kijken. Dus abonneer, abonneer, abonneer. En vergeet ook niet om het belletje te drukken. Dan blijf je wat horen wanneer dat er een nieuwe vlog. Video of een livestream is. Voor de rest zeg ik gewoon, zal ik alle tijden nu al, met een nieuwe afsluiter. Yo, 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 yo.